Ja, en dan loop je toch met Feyenoord in je hoofd. Ja, dat zal toch wel. Ja, toch een beetje een Feyenoord hart, niet dan? Ja, ja, dan ontkom je er niet aan. Dan ben je toch met Feyenoord bezig. En dan denk je weer aan die club. Ik heb zo vaak daar gestaan, weet je wel. Bij die trappen en dan komen ze daar naar het stadion toe, naar die Kuip voor een wedstrijd. En dan zie je het ware, het echte legioen. Gewoon de ware supporter. En dan weet je gewoon dat Feyenoord, Feyenoord gaat niet over voetbal. Nooit gegaan. Feyenoord is A, een gevoel, maar ook een soort saamhorigheid die geen enkele andere club kent gewoon. Nee. PSV niet, Ajax niet, niks niet. Dat zijn gewoon supporters. Maar bij Feyenoord gaat dat veel en veel verder. Het is onbeschrijfelijk gewoon wat dat allemaal betekent voor ze. Het maakt niet uit eigenlijk wat ze doen in die Kuip. Of daar nou gevoetbald wordt, of je laat daar maar motten racen, of je gaat je gang maar. Ik bedoel, zij komen elke keer bij elkaar in die Kuip. Uitverkocht, vol, kom je niet in. En die saamhorigheid, die verbondenheid, dat gevoel met elkaar. Wij zijn Feyenoord. Wij zijn Rotterdam. Wij zijn sterker door strijd. Feyenoord. Niks is sterker dan dat ene woord. Feyenoord. Dat allemaal. En die zie je dan ook van die trappen komen daar voor die Kuip. En dat wordt allemaal, dat gevoel, wordt gewoon van generatie op generatie doorgegeven. Want daar zie je vaders en zoons lopen. En met allemaal met shirtjes. En hebben eigenlijk het geld niet voor nieuwe shirts. En die lopen nog met shirtjes van ASR of de Gouden Gids of Opel. Weet je wel. Maar ze gaan naar de Kuip en altijd weer die hoop op hun gezicht. En altijd weer verwachtingsvol dat het deze keer toch wel een keertje beter zal gaan met die club. Want zij gaan altijd door zware tijden, dat weten we. En vorig seizoen nog, vrienden. Eindigde vijfde of zoiets, Feyenoord. Stond geloof ik 29 of 30 punten achter op Ajax. En niemand weet hoeveel pijn ze dat doet. Dat is echt lijden. En nu ook weer, dit seizoen. Ja, je hoort ze er bijna niet over, maar eindigen toch weer straatachterstand op Ajax. En daarom zijn ze o zo blij met deze finale. Ja, ze kunnen ze zich eindelijk, kunnen ze zich toch weer een beetje uiten voor hun Feyenoord. En daarom, alleen daarom, niet vanwege dat bestuur en noem het allemaal maar op, want die laten dat legioen altijd zakken en die laten die mensen lijden. Maar gewoon voor de ware Feyenoord supporter. Hoop ik zo. Dat hoop ik zo verschrikkelijk. Dat ze gewoon gaan winnen. En dat ze die beker meenemen naar Rotterdam. Gewoon voor die mensen. Dat zij, ja, want zij verdienen het gewoon. Dus spelers van Feyenoord, als je dit nog net ziet, doe het voor hun.